lekkere shoplog voor jullie. Het is sale and I love sale. Echt, ik ben er helemaal gek op en dol op. Het is niet goed voor me, want heel vaak koop ik dingen in de sale. Dus ik denk van, oh, dat is lekker goedkoop. Dus ik neem het maar mee. Maar nu heb ik gewoon echt goed gekeken naar of ik het echt wel heel erg nodig had. Of althans, nodig had. Of ik het gewoon heel erg leuk vond en of ik het echt ging dragen. En daar kwamen toch nog best wel wat spulletjes uit. Dus ik ga jullie lekker laten zien vandaag wat ik heb geshopt. Als allereerst ben ik bij de H&M langs geweest. En ik zat al wel wat op de H&M app te kijken of er wat leuke spulletjes waren. En ik zag toch wel het een en ander leuk. Maar toen ik in de winkel kwam zag ik nog veel meer leuke dingen. En allemaal voor nog goedkoper als dat ik online zag. Dus score. Ik heb er niet heel veel gekocht. Ik heb er maar twee items gekocht. Maar wel hele leuke items vind ik zelf. Als allereerst kocht ik een lekkere, simpele tanktop. Een echte, heerlijke, luchtige tanktop. Die was maar 3 euro. Ja, kon ik echt niet laten liggen. Want met dit warme weer is het echt heerlijk om zoiets te dragen. Of gewoon bijvoorbeeld over een bikini als je op het strand bent. Of ja, gewoon over je BH, wat ook wel heel veel meiden doen. Ik weet niet zo goed of ik dat ga doen, maar... Over een bralet vind ik het trouwens ook heel erg mooi. Of gewoon een bandeau eronder. Super. Dus echt, ja, je kunt hem onwijs goed combineren. En dan wat ik ook zag en echt niet kon weerstaan, was deze prachtige mooie off-white blazer. Colbert, ja, het is eigenlijk een colbert. En hij heeft geen knoop voor, dus hij hangt gewoon los, zeg maar, open. Dus hij is gewoon open voor. En ja, ik ben echt hartstikke fan van colberts en blazers. En ik heb ze het liefst in iedere kleur één. En ik heb volgens mij al wel een witte blazer of colbert. Maar die is niet helemaal mooi meer. En toen zag ik deze en toen dacht ik, wauw, die is echt super mooi. Heel mooi gevoerd ook van binnen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En deze was nou afgeprijsd van 30 naar 15 euro. Dus dat vond ik ook echt heel erg mooi. Daarna ging ik langs bij de New Yorker. En ook daar kocht ik 2 items. Als allereerst zag ik in de sale dit super schattige rokje. In een echte lieve zalm, oud roze zalmkleur. Ja, ik vond hem echt heel erg leuk. Met die details, met die ritjes als details ervoor op. Ik vond hem alleen wat minder... ik vind het alleen wat minder dat er gewoon hieronder zo'n stofje nog uitkomt. Maar ik zag dat als je dit zo omhoog doet, dat dit gewoon er vast is genaaid. Dus je kunt hem, ik ga hem dan gewoon hier afknippen. Zodat je dit niet meer ziet en zodat je dus gewoon een hartstikke leuk rokje hebt. En deze kostte maar 5 euro. Ja, 4,95. Dus ja. Super leuk. En ook hier bij de New Yorker zag ik weer zo'n heerlijke tanktop. Gewoon zo'n lekkere lange top. En ook nog eens een hele leuke tekst erop. En ik zie me al helemaal voor me hoe ik die ga combineren met een leuke, ja, gewoon een leuke rib jeans eronder. Of gewoon een leren broek eronder. Met een leuk colbertje eroverheen of zo. Je hebt echt eindeloos veel manieren om deze te combineren. En dat vond ik toch wel heel erg leuk. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee. Vervolgens zag ik bij een dorpje naast waar ik woon dat ze bij de villa nog wat kleding in de uitverkoop hadden. En daar ging ik ook eens even langs, even neuzen. En het was echt spotgoedkoop daar. Want allereerst zag ik deze mintgroene top. Het is ook weer zo'n lang hemd. En deze was nu 3 euro. Ja, echt heel goedkoop. En vind ik echt heel erg mooi. Op bijvoorbeeld een hele mooie lichte washing jeans vind ik het heel erg mooi staan. En ja, ook op een witte broek staat die gewoon heel erg mooi. Dus deze nam ik mee. En daarnaast was ook deze in de uitverkoop omdat er een klein foutje in zat. En ja, ik kon het foutje niet ontdekken. En bij het afrekenen hebben we dus echt goed moeten kijken wat nou het foutje was. En er zat, ik geloof, oh ja, hier ergens aan de zijkant... Zat een heel klein ja, gaatje wat gemaakt is of zo. Nou ja, je ziet het gewoon bijna niet. Maar voor 5 euro vond ik hem wel heel erg leuk. En heb ik hem dus ook meegenomen. En dan mocht ik als laatst ook nog in samenwerking met Sans Online wat kleding uitzoeken. En het leek me heel erg leuk om een soort festival outfit uit te zoeken. Of in ieder geval iets wat echt een beetje lekker zomers is. Lekker een beetje festival proof is. En als allereerst kwam ik dit... ja, dit giletje tegen. Heel erg leuk met al die franjes onder. En ja, gewoon mooi doorzichtig. En deze was afgeprijsd naar 17,50 euro. En dat vond ik al een heel leuk prijsje. En
Lijkt me ook leuk om hier een video over te maken hoe je zoiets nou kunt combineren. Dus je kunt het ook weer op eindeloos veel manieren combineren, dus dat is heel erg leuk. Verder had ik ook nog een lange jurk met een split aan de zijkant besteld. Die je nu echt onwijs veel ziet. Alleen die was een maatje te groot, dus die heb ik terug moeten sturen. En ja, nu hoop ik dat die in een maatje kleiner straks weer terugkomt. Maar die kan ik dus helaas nog niet laten zien. En als laatste had ik ook, zag ik nog deze blouse. En die heb ik van mijn eigen geld toen gekocht. Want die kon ik echt niet weer staan. En ja, die wilde ik ook heel erg graag hebben. En deze was nou ook maar €12,95. Dus dat vond ik echt geen geld. En wat zo leuk hieraan is, is dat die zijkanten van de mouwen open zijn. Dus dat geeft echt een heel leuk, lekker zomers en speels effect. En ja, verder vond ik de kleur gewoon ook heel erg mooi. En ik ben er heel erg blij mee. En dat waren dan dus lekker alle spullen die ik geshopt heb. Mijn zomerse shoplog. Ik hoop dus dat je deze video weer leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En geniet van het lekkere zomerse weer. Ga ik nu ook doen. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!